Voet over de drempel. Ja. Zet hem er gewoon bij. Ja. Ja. Lopen we weer terug naar uw bed. Goed. Ja, omhoog. Zet hem erbij. Ja. Hoor je wat er gebeurt? Ja, hij moet even weer vrij. Wacht eens, laat los die stoel. Laat die stoel eens los. Je bent zo met de voet bezig dat je helemaal niet merkt dat je met het hele lichaam bijna over mij heen duikt. Dus je moet rustig omhoog. Het begint hier. Kijk. Als het goed is, heeft u van de zaaldokter al gehoord dat de cardioloog toch een zeer waarschijnlijke oorzaak gevonden heeft. Hè? Dat er een klontje in de voorkamers zit. En dat heeft gestrooid naar boven toe. Vandaar dat u agressievere bloedverdunning krijgt. Omdat ja, daar zitten nog steeds klontjes. Want die heeft hij gezien met die echo. Ja. En het is de bedoeling dat die daar blijven zitten en daar oplossen. En niet naar boven schiet. Dus u krijgt eerst die injecties. Totdat u goed ingesteld bent met die syndroom, dan stoppen we die injecties. De injecties die werken onmiddellijk. En die syndroom, ja, dat duurt even. En daarbij heeft u ook nog wel een zekere bescherming van die ASCAL, want dat werkt ook nog 10, 14 dagen door. En ook, ik vind het ook wel prettig dat de oorzaak gevonden is. Ja, zeker weten. Dus, nou goed, daar doen we nu voor wat er voor te doen is. Nou, met u gaat het ook weer wel beter. Nou, dus we zullen maandag, hebben we altijd een grote bespreking ook met de therapeut, dus even kijken of we een plan kunnen maken voor over een week of zo van, ja, hoe gaan we nou verder na het ziekenhuis. We gaan een keer langs. En bedankt, ja? Voor alles. Na een verblijf van 2 weken in het ziekenhuis mag Hans Wieringa weer naar huis. Daar wordt hij direct geconfronteerd met zijn beperkingen. Dan. Kom wel weer. Je moet om 12 uur vanmiddag een half uurtje liggen. Ja. Anders kom je er daar niet door. Nou, is de accu weer vol? Ja. Ja, nou, misschien ik heb misschien wel te hoog gegrepen voor mezelf. Dat ik er weer helemaal uitkwam. Ja, misschien wel. Je hebt natuurlijk vanaf het begin de lat heel hoog gelegd. Ja. Gezegd van A, ik red het wel. En B, ik doe het allemaal zelf. Klinkt heel erg arrogant. Ja, maar dat geeft niks. Ik denk dat het prijzenswaardig is. Ik denk dat daardoor ook zo goed gegaan is als het gegaan is. Mm. En als je het kopje in de schoot gehangen had, dan in de schoot gelegd had, was het waarschijnlijk een stuk minder gegaan. Dan had je nog veel meer klachten gehad. Mm. Dus zo negatief is het allemaal niet. Maar ja, je houdt een aantal dingen over aan deze ziekte die waarschijnlijk nog wel wat zullen veranderen, maar misschien ook voor een deel niet, waar je mee zult moeten leren leven. De chronische fase vind ik, en veel meer hoor, veel meer mensen, de moeilijkste fase. Je komt thuis, alles wordt losgelaten, je moet het op eigen houtje doen. En dan komen ook werkelijk de dingen aan de orde die niet meer kunnen. En mensen met een lichamelijke beperking, nou, daar is heel veel aan te doen, ook niet alles. Maar vooral de onzichtbare gevolgen, die zijn zowel voor degene die getroffen is, als voor de partner, de familie, de omgeving, vaak heel moeilijk te bevatten. Ik had eerst een andere huisarts. Nu heb ik dokter Brands. Hij weet van die beroerte, maar we hebben de hele medicijnencyclus op touw gezet. En die kan komen wanneer ik wil. Maar ik ben wel eens met dingen tegenaan gelopen, dat ik een beetje accepteren dat je op moet houden met knokken op een bepaald moment. Van, nou, wees nou blij dat je er zo bij loopt. En ik heb er wel een beetje moeilijk mee gehad. Praat je wel eens met hem over de beroerte en wat dat nu nog voor je betekent? Nee. Zou je dat wel willen of heb je daar geen behoefte aan? Nee. Ik...
ik leef verder, ik leef gelukkig, ik ben blij. Elke dag is een feest. Dus, De echte lichamelijke gevolgen, die zie je eigenlijk niet. Maar je ziet nog wel consequenties meer op emotioneel niveau. Ik wil nou niet zeggen van dat meneer Wieringa bekend staat als een hele angstige man. Dat niet. Maar je kunt wel merken dat bij sommige problemen dat het weer een beetje boven komt. Hij heeft ook wel humor en hij is heel ontwapenend. Dus hij maakt makkelijk contact. Ik denk wat dat betreft dat humor of een beetje luchtig, zeg maar, dat wel een goede manier is om met dit soort problemen om te gaan. Wij proberen natuurlijk vooral te kijken naar de hele mens. En daar kijk je niet alleen maar naar de broed in het verleden, maar vooral hoe hij nu functioneert. En waar ik vooral geneigd ben naar te kijken is, wat kan meneer Wieringa? Wat zijn zijn mogelijkheden? En dat is dan ook vooral mijn uitgangspunt. En de dingen die hij nodig heeft in het leven, wat hij belangrijk vindt. En dat je daarop ook doelen vaststelt met meneer Wieringa zelf. En vanuit daaruit gaat kijken, welke begeleiding heeft hij nodig ten aanzien van de punten die hij niet meer zou kunnen. Dus dat vind ik het belangrijkste. Wat is de kwaliteit van leven voor meneer Wieringa zelf? En of zijn CVA in het verleden daarmee wel of geen rol heeft gespeeld, of nu of wel of geen rol speelt, ja, vind ik denk ik niet zo belangrijk meer voor hemzelf. En we geven dus instructies in leefstijl, hoe kan hij zijn leefstijl het beste aanpassen, activiteiten het beste inpassen en rust nemen tussen de activiteiten door. En daarin kan zeker zijn voorgeschiedenis een rol spelen, maar ook medicijnen innemen. Want dat zien we dan met name, dat hij daarin wel eens iets vergeet qua medicijnen innemen. Zeker toen hij met zijn bedrijf zat en daar heel veel zorgen over had, merkte ik dat zijn cognitie, zijn geheugen echt duidelijk minder was dan toen hij dat kon loslaten. En dat hij daarin eigenlijk een grote verbetering heeft laten zien in zijn dagelijks leven, in zijn geheugen. En dat hij dat zelf ook wel merkte. Dat hij toen hij dat heeft losgelaten, gewoon ja, beter kon functioneren. En dat is wel een heel mooi aspect om ook mee te nemen, dat sociaal-maatschappelijke aspecten een heel goed of een heel beïnvloedende factor kunnen hebben in het functioneren van iemand. En zeker met iemand die een CVA gehad hebben. Nou, als we naar de patiënt kijken na 16 jaar, dan kun je wel aannemen dat de restklachten die hij heeft niet zullen verbeteren. Wat misschien wel een optie is na zo'n lange tijd, is om nog eens te kijken of revalidatie in de zin van makkelijker maken door er beter mee om te gaan, zinvol zou kunnen zijn. Je hoort mij steeds zou zeggen, omdat dat toch moeilijker is. Maar als je er steeds tegenaan blijft lopen, ook na zo'n lange tijd, denk ik dat het verstandig is om daar toch nog eens naar te laten kijken, in bijvoorbeeld naar een revalidatiesetting in de zin van, nou, bijvoorbeeld revalidatiearts van Gogh, zie je daar nog verbeteringsmogelijkheden, met name met de, dat noemen we dan coping, ermee omgaan. Want de inzichten zijn natuurlijk in die 16 jaar toch wat anders geworden. Maar overgaan in de zin van wegtrekken, dat zal niet gebeuren na 16 jaar.